Oké, jongens, dit wordt een superleuke, want ik sta nu voor Pizzeria Sofia. En hier mag ik samen met Sophie enkele pizza's maken om te kijken wat de ambacht precies inhoudt. Oeh, spannend! Hey, dat is Sophie. Ah, hey. Dan maar goed. En de andere chef-kok? Wat is je naam? Chico. Eerst een koffietje. En dat is een speciale koffie, hè? Ja, de Napolitaanse koffie. Gemaakt op de Leva-machine. En de nadruk ligt eigenlijk vooral op te branden op de chocolade en elkaar. Pizza en koffie. Then I invited Chiro to come to Kortrijk and he was impressed. hij brengt de lucht in het deeg. We call this one mozzatura. Mozzatura. Like you make mozzarella balls. Ah ja. Yeah. Yes. Ik vind echt leuk om naar te kijken. This is perfect to see how the dough is full of air. Wow. This egg is a pizza. So, how many pizzas do you make average on a day? 150. Deliveroo. Deliveroo. Ja, Hassan, het is zover. We gaan het kunnen bestaan. Are you ready for this, Chiro? The Deliveroo? I'm coming. Ja, ik cool. Echt een aanpas zijn geweest om de ambacht te leren. Ja, helemaal alleen. Vanuit Frankrijk gevlogen. Er was er niemand op het vliegveld. Ik kwam toe in Napels, stonden er 100 taxis en we waren met 4 die van het vliegtuig gestapt. Nee, zo was het best. De flaire, ja. Wow, we beginnen eigenlijk van over de min en je gaat naar de boord. Een van de belangrijkste dingen bij de Napolitaanse pizza is dat je een heel luchtige korst krijgt. Oh, schiaffo, it's very... Nu komt het leuke gedeelte, we gaan de pizza beleggen. So now we're gonna make a veggie pizza. Just for you. Friarelli is eigenlijk de scheutjes van de broccoli. Mm. En in Napels zelf, als je in de straatjes rondloopt, zie je ze daar effectief die scheutjes allemaal snijden in één. Gecombineerd hier met de artichok van Provola. Provola is een gerookte kaas. Mm. Natuurlijk de Fiordi latte. Ik wil honger. Elke woensdagmiddag en donderdagmiddag kunnen jongeren tot en met 24 jaar hier een pizza, marinara of margarita komen eten met een Sofia biertje. En dat dan maar voor de prijs van 10 euro. Zwenen? Yes. Inderdaad. Nee, ik ben al 27. Sorry. Nee, no. Dus de bediening heeft hier altijd wel een goede workout, hè? Inderdaad. Wel super gezellig. In de zomer kan je dat op terras waarschijnlijk. Ja, op dit moment zijn ze de kerstmarkt aan het klaarzetten. Voilà, hè? Made with love. From Chiro voor Margot. Oké, de pizza is echt super lekker, maar ik krijg hem niet helemaal op. Maar gelukkig. Geen probleem bij ons, als je de pizza niet opkrijgt, dan gaat hij mooi in de takeaway box. Oven heel warm, zeg ik. Zo warm mogelijk en dan maximum 2 minuutjes in de oven. Oké. Alsjeblieft. Super, dankjewel. Alright. Pizza!